Ja, Siegfried Bracke, laat ik bij u beginnen. Triumvirat is weer bijeen geweest vanavond. Is uit elkaar gegaan, zonder commentaar te geven. Maar we horen dat het gesprek in een constructieve sfeer is verlopen. Wat mogen daar onder verstaan? Want het triumvirat Elio Di Rupo, onderhandelaar Johan van der Lonte en uw voorzitter, hè, Bart de Wever. Ik moet u diep teleurstellen, want het is ook alles wat ik weet. Ja. Bart de Wever heeft mij via sms laten weten dat er goed is vergaderd en dat er in de komende dagen in alle discretie zal worden verder vergaderd. U heeft hem nog niet aan de lijn gehad? Nee, ik heb hem niet aan de lijn gehad. Nee. Weet u of er ook over inhoud gesproken is? Of waar er over gesproken is? Weet u dat? Ik heb in de voorbije week al eens iets gezegd wat kwalijk is aangekomen. Maar u spijt van dat achteraf. Ik heb begrepen dat er in discretie zal worden voortvergaderd. Dus ik zie niet in wat ik daar nog verder aan toe te voegen heb. Nee, hier moeten we het voorlopig mee doen. Maar dat is een positieve boodschap. Ja, op dit moment ziet het er zo uit, ja. Oké. Goed. We hebben aan de andere kant van tafel iemand zitten die heel wat vragen voor u heeft. Tom Lana, even overgekomen vanuit Zuid-Afrika. Dat heeft met uw boek te maken. Zuid-Afrika waar u... Eigenlijk is het ergens, ik kom uit Buenos Aires nu. Ik zit 2 maanden in Buenos Aires te schrijven over Jeanne d'Arc. Mm-hmm. Nota bene, een voorstelling die in het Nederlands gespeeld zou worden in co-productie met Avignon. Dus ik ga eigenlijk het Franse erfgoed in het Nederlands voorstellen... in Frankrijk met boventiteling. En ik weet niet, ik kan u uitleggen waarom, maar het was wel heel frappant dat ik in het land van Evita Perron over Jeanne d'Arc zit te schrijven. Dat is wel, Maar nu terug in België, in je geboorteland. En je hebt er meteen gebruik van gemaakt om, om stoom af te laten. In een opiniestuk in De Morgen afgelopen weekend met als titel Quo usque tandem abutere, Bart de Wever, Patientia Nostra. Latijn, hè? Dat is Latijn, ja. Mijn Latijn is niet zo geweldig goed. Siegfried Bracke, kunt u dat voor ons even vertalen? Hoe lang nog, Bart de Wever, zult gij ons geduld op de proef stellen? Ja, en morgen is het zelfs vertaald als gaat gij met ons kloten nog rammelen. Ja, dat zijn woorden die ik niet durf te gebruiken, dat weet ik. Dat is een vrije vertaling, uiteraard. Hè. Dat is een heel Bruegeliaans-Vlaamse vertaling, helemaal samengevat. Komt ze overeen met wat je u wil zeggen? Je hebt gezien een stukje uit... aanrijding in Moskou, daar ging het ook al op 2 minuten tijd 3 keer over kluten. Ik neem aan dat dat geen waadvogels zijn. Dat is een vogel. Tom Lana, even ter zake nu. Want u bent heel erg kwaad. Hè? U wint zich heel erg op in dat artikel. Wat is uw probleem? Kunt u dat kort even... Mijn probleem? Ik ben een van die 40% Vlamingen intussen die niet meer gelooft dat de N-VA echt naar een oplossing streeft. Ik hoor nu graag meneer Bracke, en we kennen elkaar al lang, zeggen... Mijn respect voor iemand die in de politiek gaat, is er absoluut. Maar we horen weer van, er is een constructief gesprek en het gaat weer over inhoud. Ik geloof dit niet meer. Ik denk dat de mensen het beu zijn. Sinds wanneer gelooft u dat niet? Ik geloof dat eigenlijk niet meer sinds de eerste 6 maanden. En daarom ben ik zo kwaad op mezelf in de eerste plaats. Daar begint het artikel mee. Ik ben kwaad sinds bleek dat Bart de Wever, wat dan het Herenakkoord werd genoemd, uiteindelijk toch opblies. Met die omdat hij dat aan zijn achterban niet verkocht krijgt. Waarbij ik me 2 vragen stel. 1, hij kent toch die achterban als historicus en iemand die zo lang in die partij zit. En 2, op een bepaald moment zal iemand wel eens echt moeten compromissen sluiten en dat aan zijn achterban verkopen. Dat is wat Obama gezegd heeft. This land over Amerika. This land was built on compromise. En ik vrees, ik weet nu niet of u tot die vleugel behoort, meneer Siegfried Bracke, maar ik vrees dat een deel van de achterban van de N-VA, gewoonweg, staat er ook zeker niet alleen in die idee, niet in staat is om een compromis over België te sluiten, omdat het een legitimering zou zijn van België zelf. Mm-hmm. Dat vraagt om een reactie. N-VA wil geen compromis, volgens Tom Lana. Kijk, mensen moeten beslissen wie ze geloven of niet, maar ik kan u alleen maar uit de grond van mijn hart zeggen dat wij wel compromisbereid zijn. Ik ga omzeggens elke avond ergens spreken en ik leg de mensen uit, wat meestal een N-VA-publiek is natuurlijk, dat we helemaal niet ons programma integraal zullen realiseren. Dat we in België goed zijn voor 17% van de stemmen. 17%, maar de anderen nog minder. En dat we dus een consistente stap in de staatshervorming zullen zetten. Maar dat niemand zich de illusie moet maken dat we ons hele programma realiseren. En wat dan die 2 vleugels betreft binnen onze partij. Natuurlijk zijn er mensen die uit verschillende achtergronden komen. Er is diversiteit in onze partij. Multiculturaliteit binnen de Vlaamse beweging. Ja, we hebben totaal... Van VMO tot Bert Ancio. En meneer de Wever moet dat bijeenhouden, zoals
Job Cohen eigenlijk dat moet bijhouden in Amsterdam. En dat is moeilijk. Maar dus als je een compromis sluit, zul je een aantal mensen tegen je krijgen. Ja, maar... En als we dan horen, en u hebt dat zelf gezegd op een bepaald moment, dat is 3 jaar geleden zou dit, en dat is, dan ben ik echt helemaal kwaad geworden. 3 jaar geleden zou dit compromis, zouden we gejuicht hebben en we 2 handen aanvaard hebben. Ja. Op dit moment, internationale speculatie, 60% van wat dit ons kost, zal ook door Vlamingen betaald worden. Er is een break-even point in onderhandelingen waarbij het meer kost dan een oplossing altijd maar blijven zoeken. Meneer Braak, ik stel voor om toch de dingen niet op één hoop te gooien. Wat die internationale speculatie betreft, raad ik u aan om de tijd van vorige zaterdag te lezen. Daar staat heel duidelijk en voor iedereen, zelfs voor mij, begrijpbaar in uitgelegd dat die speculatie, als we ooit onder vuur komen, quod non op dit moment. Ja, want markten zijn wat slimmer dan dat, die kijken naar onze cijfers. Dat dat te maken heeft met de staatsschuld. En dat weet u, die is vroeger gegenereerd. Dat is één. Maar die twee, is niet weg daarmee, maar goed. Ja. Nee. U hebt gelijk. Dus we moeten ook de mensen niet bang maken. Daar is ook geen reden toe. Dat is zelfs, ik bedoel, ik vind dat om een of andere reden ook moreel niet correct om mensen bang te maken. Zeker niet met dingen die niet kloppen. Nee, goed. Maar die andere uitspraak, die uitspraak van u dan, meneer Braak. Ja, maar vorige week waarin u zei, inderdaad, drie jaar geleden hadden we dit akkoord opgejuicht onthaald. Absoluut, maar er is intussen iets veranderd. Er is namelijk in 2008 een economische crisis begonnen. En voor alle duidelijkheid, meneer Langlois, de staatshervorming, dat gaat niet over het planten van de vlag op gelijk welke berg. Dat gaat over welvaart. Weet u, ik heb kinderen. Ik zou graag hebben, en misschien straks kleinkinderen, wie weet. Ik zou graag hebben dat die kinderen groeien en kunnen kansen krijgen in een land waar ze zoveel kansen hebben als ik. Ik kan mij niet neerleggen bij het feit dat er geschreven wordt overal dat de volgende generatie het minder goed zal hebben dan mijn generatie. Daar gaat de staatshervorming over. Over niets anders. Nee, maar daar gaat hij over. En ik kan alleen maar merken dat de economie wel mag ingebracht worden als ze in uw kraan past. Want er is een crisis geweest, dus daarom is dat compromis nu totaal anders. Ah ja, er is meer urgentie. En twee, zoals we nu verder gaan, is het zeer duidelijk. Kijk, als je zegt in België, we zijn met 60%, dus we moeten het voor het zeggen hebben, want die anderen zijn met 40%. Ga met diezelfde stelling naar Brussel. We gaan Brussel, en dat is inderdaad mijn grote schrik, we gaan Brussel echt verliezen. Elke keer vraag ik aan NVA's, de mensen die inderdaad, dat die, ik vind dat een idee wat inderdaad je kunt hebben. Maar wat gaat er met Brussel gebeuren? Gaan wij Brussel afstoten? Brussel is het Washington van Europa. 200.000 Vlamingen, 200.000 gezinnen halen daar hun geld vandaan. Maar we gaan Brussel niet afstoten. Laat me ook even uitspreken, Sigrid. Ik heb je al te uitspreken. En uiteindelijk is het een belangrijke poot, ook in de francofonie, wat wij voor hebben, bijvoorbeeld inderdaad op de Nederlanders. Als wij Brussel verliezen en... Op de ene kant, hè, dan wordt de RVA wordt op de agenda gezet. Dan zegt zelfs iemand van het FOCA, dat gaan we toch niet doen. Dan gaan we het kindergeld... Hè, dan blijkt dat in Brussel een probleem te zijn. Dan moeten we dat verdelen. Brussel is een echt groot, belangrijk onderdeel van ons BNP. En ik vind dat men daar binnen de NVA, bij de Nieuw-Vlaamse elite, zoals ik ze noem, geen enkel duidelijk antwoord geeft. Maar, nu dan. Brussel gaan we nooit laten loslaten. Om de simpele reden dat zelfs indien we dat zouden willen, we dat niet eens kunnen, want we zullen moeten daar blijven betalen. Ze hebben ook onze centen nodig. Dat is trouwens meteen ook de garantie dat we daar ook zeggenschap zullen behouden, want dat weet u van Louis Tobak, wie betaalt, bepaalt. Zo simpel is dat. Ja. En dus Brussel, natuurlijk is dat een ingewikkeld probleem en geen enkele partij... Niet de mijne, maar ook de anderen niet, hebben ready-made, klaargemaakte oplossingen voor Brussel. En we zullen daar moeten een akkoord over maken. Dit zijn zeer algemene termen. Mocht u nog journalist zijn, dan zou je mijn plaats nu vragen. Noem nou eens iets concreets. Hoe gaan we het kindergeld in Brussel regelen? Maar dat staat op papier. Dat staat in de nota via de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Ik weet dat dat zeer ingewikkeld is. Maar dat staat in de nota van Wanotte. Dit is een oplossing. Misschien niet de allermooiste. Gaat u ze nemen, de oplossing? Maar de oplossing zal genomen worden als er een akkoord is over alles. En zo gaat dat altijd in de politiek. Maar dus 3 jaar geleden was die de oplossing? Ja, omdat die urgentie vandaag groter is. We kunnen ons niet te permitteren... Meneer Brakke, begrijpt u dan dat de mensen de indruk krijgen dat het momentum... Meneer Brakke, laat ons nou net zoals Obama...
Obama en Shields en De Hane op een bepaald moment een compromis sluiten om inderdaad de welvaart van de mensen nu te vrijwaren. En binnen 5 jaar, dan kun je opnieuw aanvragen. Even terug naar de aanvraag. Laat ons op de duurzame. Even terug naar de aanvraag van Tom Lanois. Mensen, inderdaad. Ja, absoluut. En het gaat over de volgende generatie. En ik wil niet dat de volgende generatie betaalt omdat wij nagelaten hebben de hervormingen toe te voeren. Ze zullen sowieso betalen. Mag ik even? Wat hij wil, dat is zijn aanvraag, dat hij niet meer gelooft dat jullie effectief op zoek blijven gaan op een constructieve manier naar een compromis. En als u inderdaad zegt, 3 jaar geleden had het wel gedaan, nu zitten we met een grotere urgentie, maar dat mensen de indruk hebben dat u het momentum heeft laten passeren en dat het zo nooit genoeg zal zijn voor u. Maar wordt er dan bewust niet meer gezocht naar... Ik denk dat men echt nu in een situatie zit waarbij electoraal het zo is dat men denkt, niemand wil die verkiezingen uitroepen. Hij zit eigenlijk te wachten en zolang ze er natuurlijk stemmen bij komen, dan gaat men die boel blokkeren. Ik heb echt het gevoel, en dat kan maar de fouten zijn, ik zou zo blij zijn... Ik zou zo blij zijn als ik ongelijk heb, maar ik heb echt het gevoel dat een machinist in een TGV staat en tegelijk op de rem en op de gas duwt en zegt, voilà, het treintje marcheert. Zeg, gebruik antwoord nu eens op die vraag. Om te beginnen, moet mij eens uitleggen, als we niet tot een akkoord komen, waarom dat de schuld zou zijn van 1 partij aan de tafel, terwijl er 7 aan de tafel zitten. Omdat die partij in zijn programma ingeschreven heeft dat België moet verdwijnen. Maar België gaat vanzelf verdwijnen, meneer Landbouw. Ja, maar dat is dat staat in de sterren geschreven. En ik word daar niet vrolijk van, ik word daar niet triestig van. Dat kan mij geen fluit schelen. Waar het mij om te doen is, is om goed, efficiënt, nou pragmatisch beleid... Dat is toch een beslissing, België verdwijnt. Nee, dat is geen beslissing. Dat staat in de sterren geschreven. Ja. Vorige keer was in Darwin. Hè? Absoluut, maar dat is ook... Darwinisme. Dat is een beslissing. En de meeste Vlamingen doen een enquête, hou een referendum. Vraag, moet België verdwijnen? De meeste Vlamingen zullen zeggen De meeste Vlamingen... En dat is de reden trouwens, meneer Landbouw, waarom wij wel naar een compromis gaan. Weet je waarom? Omdat de kiezers dat van ons verwachten. Je haalt nooit 30% om alleen uw been stijf te houden. De kiezers wil dat niet. Ik krijg toch alles over mij. Wij zijn daar ook niet mee bezig. Wij zijn bezig met een oplossing te zoeken voor dit land en voor deze mensen die hier wonen. En van onze oplossingen zullen ook de mensen in het zuiden beter worden. Maar Barbara Sarafian, wie gelooft u? Waar ik in geloof... Wie gelooft u? Nee, ik ga niet meegaan in deze twee extremen. Ze kennen ons alle twee. Nee, maar gelooft u dat N-VA naar een oplossing wil zoeken en een compromis? Want dat is wat Tom dan... Ik heb natuurlijk het inzicht en het onderzoeksinstinct van Tom natuurlijk niet. Hè. Ik kan alleen maar alles vanuit de microcosmos bekijken en de psychologische, emotionele parcours die Bart De Wever en anderen afleggen. Hè. Met veel respect natuurlijk. En ik zie dan ook wel dingen gebeuren, de verschuivingen. Nauwgedreven politici, dat is voor mij zeer interessant te voeren. Maar tuurlijk. Maar ik weet dan daardoor natuurlijk niet wanneer België, omdat het in de sterren staat geschreven, zal verdwijnen. Maar ik ga dat niet meer meemaken. Hè. Ja, maar interesseert maar mij ik ook wil niet, dat wel Tom, nog meemaken. Tom, maar... ik wil nog even toch ook bij jou, want je speelt het wel... heel persoonlijk ook in dat opiniestuk. Op de man, je noemt meneer Brakke, de voormalige diva van onze nieuwsdienst. Dat is een plattelandskoster. Een plattelandskoster met een Richelieu-complex. Is dat een compliment? Een koster is toch een eerbaar beroep? Dat is toch het punt niet. Ik bedoel, natuurlijk is dat een eerbaar beroep. En bovendien, ik beken dat ook wel. Ik doe dat ook wel eens een woord gebruiken waardoor mensen het sneller lezen. Dat is puur. Daar maakt geen punt van. Maar natuurlijk niet. En laat ons alstublieft ook in alle vriendschap van mening verschillen, maar ik kan het maar uitleggen dat we bezig zijn waarvan ik ten gronde denk... U kan toch niet... Allee, dat moet je mij toch geven. Ik kan toch onmogelijk een akkoord aanvaarden waarvan ik denk dat het echt niet gaat werken. Je kunt toch niet vragen van mij dat ik mijn kiezers bedrieg? Ja, maar dat gaat toch nog niet? Altijd niet dat 3 jaar geleden wel een goed akkoord was. Maar en ik niet? Zeg het u, maar jij hebt misschien van de crisis niet gewaar geworden, maar al de andere mensen wel. Hè. Ja. Vraag al wie actief is in een bedrijf. Ik denk dat als je van een VRT-journalist naar iemand van het parlement gaat, dat jij het ook niet gemerkt hebt. Maar goed, zo moeten we toch niet beginnen. Meneer Brakken, ik heb nog één vraag. Stel dat de wil er wel is. Hè? Ja. Willen is niet automatisch gelijk aan kunnen. Hè? Aan kunnen hè? Maar al het zijn maanden, twee extremen die naar elkaar moeten gaan. Is er nog vertrouwen na al die ergernissen en die uitspraken? In de politiek gaat dat heel snel. Dat is iets wat daar tot de zeden behoort. Dan kan geweldige ruzies maken. Maar de dag nadien is dat gedaan. Maar en ik weet heel goed dat... Wat het probleem is, dat is de verzoening van het onverzoenbare.
En in feite zijn de mensen al dichter bij elkaar gekomen. Maar het is nog altijd niet goed genoeg. Dus alstublieft, laat ons de moed hebben om vol te houden. De weg is al voor een stuk afgelegd. Misschien komt de rest nadien. Dus u wil met de hand op het hart. Absoluut. Dat moet er komen.